Dit lijkt op een hele foute drugsdeal. Ja. Alsjeblieft. Ik betaal later. Ja, betaal je later? Ik heb net mijn auto uit elkaar gehaald en ik weet niet meer hoe ik hem in moet in mijn kamer zetten. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga nu richting de camera express, want ik ga deze terugbrengen, want hij doet het niet. Kijk, als hij het nou niet deed omdat hij gewoon niet met mijn camera werkte, dan was het gewoon mijn eigen fout. Maar volgens mij is deze kapot, want ik heb Stefan gebeld en allemaal andere mensen. Die zeggen allemaal van ja, hij hoort gewoon goed op te nemen dat je gewoon twee sporen hebt. Maar dat doet hij niet, dus ik ga even naar de camera express. Ik ga even vragen wat aan de hand is. Nou jongens, hij is teruggebracht en ik krijg mijn geld terug. Dus dat is helemaal top. En nu is het tijd om richting Haarlem te gaan, want wij gaan gezellig varen. Ik ga samen varen met, wie waren er allemaal? Jesper, Nout en Bob. En ja, dat zijn een beetje mijn oude vrienden uit Haarlem en ik spreek ze niet heel vaak meer. Dus vandaar is het extra gezellig, dus ik ga die kant op en dan gaan we lekker dobberen. Lekker dobberen. Ik sta nu bij de car wash. Ik moet even dit tasje aan mijn pa geven, want mijn moeder gaat op vakantie, die wil deze graag mee. Alleen, ik zou eigenlijk naar de zaak komen, maar ik zag hem hier bij de car wash staan. Hij zit nu daar binnen, dus hij heeft geen idee dat ik hier ben. Dit lijkt op een hele foute drugsdeal. Ja. Alsjeblieft. Ik betaal later. Ja, betaal je later? Ik zag je staan bij de dingen, dus ik dacht aan, dan kan ik net zo goed hierheen. Nou, dat lijkt inderdaad echt op een ziek foute drugsdeal. Echt best een car wash met een klein tasje geven. Maar jongens, dat is het niet. Dat is het niet. Dat zou een beetje gek zijn natuurlijk, hè. Dat zou een beetje gek zijn. Kijk eens even, mannen. Hey. Zo, dit is lang geleden, jongens. Ik heb ooit eens een keer in een andere vlog heb ik ook met deze boot gevaren. Maar hij doet het weer. Hij ligt weer in het water, dus we gaan gezellig varen. Mannen. Huh? Nou, zitten we dan. Bobanus. Kapitein aan. Jongens, hier is de kapitein, Bobanus. Godzidori. Daar gaan we weer. Maar jij hebt dus geen zwembroek mee en geen lange broek. Of geen korte broek. Jij bent een typische Nederlander. Het is 21 graden. En... Het is vandaag 21 graden, jongens. Dat is toch hartstikke lekker. Typische Nederlander. Ja. Het is ijskoud. Ja, hij is koud. Niet eens. Nee, dat is waar. De zon schijnt niet. Maar het is wel lekker warm, dus dat is prima. Zo, daar komt een aardig bootje aan, jongens. Hé, hey Bob, ga ervoor liggen. Denk je dat het een goed idee is? Ik denk dat we gaan winnen, hoor. Bob houdt er gewoon tegen. Ja. Bob, hou even tegen met je buik. Zo, dit is wel een ding. Die moet je niet tegen aanvaren, nee. Zo, jongens, er liggen vandaag in H&M dikke boten. Hey. Moet je eens even kijken, hé. Hey. Is die van jou? Mijn bootje. Hier. Hoeveel heb je betaald als je vraagt? Ja. Oh, dat is jouw naam in het Italiaans. Hoeveel heb je betaald als je vragen mag? 2 euro. Jezus. Wat een boot. Voor 2 euro, hè. Moet je nagaan. Bizar. Ik heb zo bizar gedroomd. Wat? Ik heb gedroomd op jou, hoor. Jongens en meisjes, Bob heeft gedroomd over mij. Gedroomd over dat Nout was een zanger. Jij was een zanger? En we zaten in Italië bij een bruiloft, zat Nout te zingen. Dit is sowieso onzin. Nee, serieus. En Sef van de Plas was daar in het pak. Wie? Sef van de Plas. Maar waarom was jij in Italië? Weet ik veel dat Italië was. Bruiloft. Het was bruiloft. En Sam zat daar, hij is zich helemaal vol tevreden. Sam is een vriend van ons. Die had zich vol geknoeid met allemaal vreten. Die was toen in het water gesprongen. Bijna omdat het veel te gegeten. Maar Nout was de zanger. Maar Nout ging heel goed zingen. Ja, de droom of een nachtmerrie? Ja, inderdaad. Als Nout de zanger was. Een beetje van beide. Ja, blik. Ja, stem. Ja. Zo jongens, dat waren de drone shots. Jongens, het is me gelukt. Hij is niet gecrashed. Yeah! Kijk eens eventjes jongens. Wat een mooi plaatje. Nee. Zijn je schoenen al vies? Een beetje. Ja. Ella heeft nieuwe schoenen gekocht en ze is helemaal panisch dat er zand op komt. Ja, dat is toch zo? Ja. Ja, maar zand is niet heel slecht. Nee, maar dit vieze natte zand wel. Hé, hey, trouwens, ik weet niet, horen jullie dit, jongens? Huh? Mijn lens. Oh, het is weg. Volgens mij is het weg. Ja.
Er zat volgens mij een schelpje tussen of iets. Er zat iets raars tussen, iets van zout. Maar goed jongens, we zijn dus op het strand. We hebben net lekker gegeten en moet je eens even kijken. Wat een plaatje. Dit is mooi hè? Ja. Hey, ik wilde zeggen een hele goede morgen, maar dat is natuurlijk niet, want het is al 5:30. Nou ja, natuurlijk niet, dat weten we natuurlijk helemaal niet. Natuurlijk. Maar goed, wat ik zei, het is 5:30 en het zonnetje schijnt vandaag volop. En ik heb tot nu toe nog niks gevlogd, omdat ik heb de hele dag een beetje gezeten aan verschillende dingetjes. Zoals een marketingplan voor Hey Meisje, want hij is nog steeds onderweg jongens. Sorry, hij heeft wat vertraging, maar echt, ik beloof het, hij komt eraan. En het is niet zo van jongens, binnenkort ga ik muziek uitbrengen, maar nee, hij komt er echt aan. Ik heb al een videoclip, alles is al gefixt. Maar nu is het gewoon even een datum uitprikken en alles gewoon op een rijtje zetten. Maar goed, ik ga straks de auto in, want ik ga richting Creators FC in Utrecht is het vandaag. En het is echt heerlijk weer om te voetballen, dus ik heb er hartstikke veel zin in. Dus ik ga me even omkleden en dan gaan we er vandoor. Chef, doe een vlog takeover. Zeg maar. Hoi Vincent. Hoi Vincent. Ik neem je vlog over. We kijken wie erachter zit. We kijken. Zeg maar, dit is een vlog takeover van Vincent Visser. Zeg maar, iedereen abonneren. Of toch? Nee, toch niet? Nee, doei. Doei. Oh, nou, weet je. Abonneer even op het kanaal van Vincent Visser. We gaan er weer, jongen. We gaan beginnen. Heb je dorst, jongen? Ah, oh. Zet ik er niet meer, ik word oud. Ik ben links weg even. Jongen, we zijn net met de Hummer het veld opgekomen. Maar dat zien jullie wel in de video van Peter Zee. We gaan nu het veld op. Jongens, ik zit weer in de auto. En ja, sorry, ik vind dat heel irritant om te zeggen, ik zit weer in de auto en ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Maar ik kan gewoon niet zoveel filmen, ik ben hier dan in mijn eentje, ik heb niemand die mij zeg maar kan filmen dan. Maar we hebben flink verloren, alleen wat wel leuk was, we kwamen in een Hummer aan. Dus in een grote roze Hummer gingen we het veld op, ook wel een beetje gênant, maar het was wel hartstikke leuk. En voor de mensen die er waren, hartstikke leuk. Ik ben volgens mij met iedereen op de foto gegaan. Dus als je op de foto bent geweest, zet hem op Insta, tag mij erin en ga ik hem liken, vind ik leuk. Maar ik ga nu lekker naar huis jongens en je ziet nog een mooi avondzonnetje. Kijk eens eventjes. Goedemorgen jongens en meiden, dames en heren. Ik stap alweer gelijk de auto in, want ik ga richting Rotterdam. Ik ga richting Gio Latoy, want meneer Gio Latoy heeft een nieuwe auto. En ik ben heel erg benieuwd wat dat voor ding is. Het is volgens mij een Jeep, dus ik ga erheen en ik ga lekker kijken. Jongens, de auto geeft aan dat het 30 graden buiten is. Hoe kan dat nou? Zou dat serieus zo zijn? Als dat echt zo is, ben ik echt een lul. Want ik heb gewoon alles zwart aan. Een zwart broekje en een zwart shirt. Zelfs zwarte sokken heb ik aan. Lekker voorbereid. 30 graden? Ja joh. Ik neem echt een hele rare route vandaag. Ik heb nog nooit zo gereden, maar ik sta nu op een pont bij Schoonhoven. Maar ik heb geen idee hoe ik hier kom. Maar goed, we zijn er bijna. Hey! Hey! Ik heb net mijn auto uit elkaar gehaald en ik weet niet meer hoe ik hem in elkaar moet zetten. Nee, ik denk, nee, je moet die eronder doen eerst. Ik denk dat je eerst die er... Van... Zoiets, ja. Oh god, ik ben echt bang om mijn auto te doen. Fuck, dadelijk maak ik gewoon een zieke kraskleur. Nou jongens, dit is hem. Jullie hebben hem waarschijnlijk al wel in de vlog van Gio gezien, maar hij is wel echt dik. Ik had niet verwacht dat hij eigenlijk zo hard zou zijn. Want zeg maar, ik dacht eerst Jeep, ja, Jeep. Maar hij is wel echt heel vet met wind interieur. En het is gewoon een SUV met een open dak. Ik kan je kan het dak ook dicht doen. Ziet hij? Ja, hij is wel heel dik. Gefeliciteerd jongen. Dankjewel. Met je auto. Ja, dankjewel jongen. Rustig rijden. Ja, ik ben wel even benieuwd. Ja. Jongens, lekker ontbijten bij Poetje. Ontbijten? Ja. Maar, het is inderdaad 3:00 PM, maar ik heb nog niet ontbeten, want ik was de deur uit gegaan. Ik dacht, ik ga of even langs het tankstation, of ik moet hopen dat Gio eten heeft, maar ja. Ik had wel eten in huis, maar... Waarom zeg je dat dan niet? Ja, weet ik niet. Dan gaan we lekker schat uitgeven. Dat vind ik echt niet leuk van je. Sorry bro. Ah jongens, we gaan we. Oh jongens, moet je eens eventjes lekker kijken dit jongens. Dit is toch geniet jongens. Dakkie open. Zal ik gewoon zorgen dat het stoplicht op de hand kan blijven staan? Ja. Iedereen die langs komt die ook... Oh, hij is goed. Iedereen die hier langs wil, is ook te kijken van wat de fuck is hij aan het doen dan. Oh, maar jongens, kijk hoe lekker dit is. Ik heb mijn stoel naar achter gezet en ik kan gewoon lekker zonnen zo. Heerlijk. Heerlijk, je bent wel positief verrast op deze auto. Ja, ik ben echt positief verrast. Want ik merkte aan jou dat jij ook zoiets had van, waarom is deze guy voor een Jeep gegaan? Nou, ik dacht eerst serieus van, je koopt nu een Jeep, er is iets mis met jou, maar doe maar lekker, je zit in midlife crisis of zo. Zou die goed zijn? Nee. Maar uiteindelijk is het goed gekomen, jongen. Ja, hij is mooi. Ik heb goede keuze gemaakt. Hij is mooi. Ja. Zeg hem zo? Ja. Oh, jongens. Ja, dat is echt genieten. Lekker een beetje door de stad rijden. We hebben Jaar heeft ook wel hier echt profijt van. Als Jaar er gewoon lekker zo naar, bijvoorbeeld stel je moet naar Heemskerk, weet je wel. Wordt het eigenlijk een keer bruin ook. Ah. Wordt Jaar er niet zo snel bruin? Nee. Hey, ik word wel snel bruin. Oh, dit erbij. Heerlijk.
leuk, ouwe. Het is weer tijd om naar huis te gaan, want we gaan vanavond uit. Maar jongens, wat is het fucking warm hier in de auto, zeg. Holy shit. Oh, het is echt niet normaal. Even kijken of ik niet tegen het brommobiel aan zit. Zo, Gio gaat er ook vandoor, want die gaat jaar ophalen in Heemskerk. Dus we gaan gezellig samen richting Amsterdam rijden. Wat ook nice is, Gio had nog een oude. Dit is nog een oudere, maar voor als ik andere video's maak, deze werkt ook goed. Dus ik mocht hem even lenen. Kijk eens eventjes lekker zitten, hè. Och, wat een hitte. Lekker, hè. Hoe hebben jullie het vermaken vandaag, jongens? Hebben jullie genoten van de zon? Hallo. Hallo. El, stil even, ik ben aan het opnemen. Sorry. Oh, we hebben opnames. Ik ben aan het opnemen. Ja. Sorry, normaal, joh. Ik ga ook wel weg. Wat een achterlijke gek is het ook, hè. Ik heb hard gelopen. Heb jij hard gelopen? Toen naar de sportschool geweest. Nee joh. In de sauna. Lekker. En toen was ik hier weer. Ik stage in de sportschool. Ook leuk, ook leuk. Weet je wat ik heb gedaan? Gegeten. Ja. Ja. Hey jongens, we staan er nu af. Dus welkom bij weer een nieuwe vlog. En vandaag gaan we filmen wat ik ga doen vandaag. Vandaag ga ik eerst een broodje eten met kipfilet en avocado. Nee, dit is en vervolgens ga ik lunchen. Dit is de afsluiting. Dit is de afsluiting. Dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn gisteren lekker uit geweest. Het was weer hartstikke gezellig. Maar goed, ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. Dus vond je dit nou een leuke video, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie. Laat ook het meest gewoon geen leuke video. Ja, laat dat ook maar gewoon weten. Nou jongens, later.